Come on then. Oh yeah! Now he's mad! Whoa! We search for something bigger. Wij gaan namelijk een try not to laugh challenge doen. Want het is een try not to laugh challenge. Ik word ook gepest. Met mijn naam zelf ook wel, want ik word ook heel vaak Kutger genoemd. Of Prutger. Instant karma! Dit is geweldig! Shit, man. Oké, dat is wel een dingetje, ja. Hé, is je een Barbie potmakker? Zit of niet, Wille? Kimberly ging daar al zitten. Nou, schat, wat is gebeurd met jouw hoofd? Het boeit me niet dat er geen lekkers Kimberly ging. Wat is gebeurd met je hoofd, schat? Je kijk eens naar me. Ik ben echt niet super interessant of zo, hoor. Ga maar echt zo naar zin kijken met je ogen. Wow, waar moet ik anders mee kijken? Wil je dat kijken met kleine Frank of zo, idioot? Ik hoef niet met je te praten, oké? Ga maar daar zitten. Punt 1, Konjo, je stottert een beetje. Ja, punt 2, je hebt zoveel make-up op, ik kan er bijna in schrijven. Punt 3, ik hoef niet te praten met jou. Laat me met rust. Mag ik iets zeggen? Ja, wat is het? Je mag het echt tegen niemand zeggen, oké? Ja, ik ben buitenlander, ik vertel alles door. Heide. Gisteren ging ik met Kimberly, ik ging naar de bibliotheek. Zeg wel, wie is dat? Jacob, die nerd. Wat ga je nerd zeggen, Aso? Wie is dat? Ik en Jacob hebben gezoend. Zeg, wolle. Ik ga niemand zeggen, hoor. Dat gaat echt zoenen. Zeg, wolle. Luister. Boeit me niet. America really ain't that... Luister, dit is wat gebeurt. Ik neem haar mee naar huis. 5 minuten later ligt ze bij mij op bed. Ja, harder. Maar ik kon niet nog harder. Nou, kindertjes, voordat we gaan beginnen aan onze activiteit, wil ik even dat jullie heel erg goed luisteren. Waarom ben jij zo dik? Wat? Ja, je bent echt dik. Zal ik jullie eens wat vertellen, hè? Kleine, lieve kindertjes. Ik ben niet dik. Ik zit gewoon vol goede ideeën. Nee, je bent gewoon dik. Wat zei je? Je bent dik en lelijk. Je slaat echt als een vrouw. Fuck jullie allemaal! Kutkinderen! Zo, nu jij. Wat de... Is dit de kanker? Gaat in mijn kankerhuis!